Zoek jij nog coins? Ga dan naar www.vivocoinsco.nl En vergeet bij het uitchecken niet de code HARD, dat is compleet in hoofdletters, te gebruiken voor 5% korting. Yo mensen, ik ben Mark en welkom bij weer een nieuwe career, maar het is een tijd geleden dat ik het heb gezegd. Ik geloof een week misschien? Iets, misschien iets langer, misschien iets korter. Ik weet het niet precies, maar dit is een vrij korte aflevering. En ik kan nu al zeggen dat de video van vrijdag uh, wordt niet zozeer een PSV Career Mode, uh, het wordt een soort FIFA 15 Career Mode Wishlist-achtig iets van wat er veranderd moet worden, wat er terug moet komen en wat er nieuw moet komen. Want ik speelde dit dus net, hè. Ik heb dit letterlijk net opgenomen, ik doe gewoon nu al de commentaar, maandagochtend. En ik heb zoiets van: dit is serieus het saaiste kutste dat ik heb gespeeld. En de reden dat er geen motivatie is, er zijn er veel. Er zijn er letterlijk heel veel. Er zijn heel veel dingen die ik anders wil zien. Maar die zou ik allemaal noemen in de video van vrijdag. Want. Ja, ik, 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 ga, ik, probeer, ik ga proberen niks te verklappen. Maar. Je zag mij de eerste wedstrijd spelen en dat was 1-0. En het was letterlijk dat ik uiteindelijk zo'n 9-schot had. Of zo'n 7 op doel. En ik geloof dat Peck Swan eh, 2 schoten had en 1 op doel. Weet je, dus er zit letterlijk 0,0 tegenstand in. Dat is waarom ik het ook niet vaak doe. Of niet graag doe. En het is dat mensen het terug wilden zien, zeiden ze. Um, maar ja, ik, ik, ik weet niet. Ik denk dat je wel kunt merken dat ik het niet graag doe. Althans, ik doe het niet graag meer. Want ik wil er wel bij zeggen dat in FIFA 13... Deed ik echt heel graag career mode. Letterlijk, dat was heel goed spul. FIFA 12 ook echt geweldig. FIFA 11 ook wel. En ja, en FIFA 09 ook. Maar in ieder geval, dit jaar... Het voelt zo vreemd, ik weet het niet. Het, het, het wil gewoon niet lukken Terwijl, het, het, zou, het, het zou heel realistisch moeten zijn toch Maar ja, ik, ik ga alweer te ver met waar ik het allemaal over wil hebben op vrijdag Dus ik ga proberen in te houden ondertussen ga ik vertellen dat ik echt een kut eerste goal scoorde Althans, ja, je zag hoe die keeper die bal totaal niet tegenhield Vervolgens scoor ik eindelijk een goal met Meijer Wat volgens mij ook echt nooit lukt Vervolgens scoort Ruiz wederom geen doelpunt Want serieus, die shit is lastig En dat bedoel ik natuurlijk met Ruiz scoren Vervolgens scoor ik ook een scrappy derde goal en aangezien ik tegen de CPU speel, kon je het wel raden. Nee, grapje. Ik speel een beetje Roenzoet Zoet en dan kun je het wel raden. Want ik ga hierdoor met Bakkali aan de linkerkant. Ik probeer een beetje te dribbelen. Vervolgens raak ik de bal kwijt aan. Ik heb mijn god geen idee wie, want ik ken bijna geen van de RKC spelers Maar ik ken natuurlijk Snow nog wel. En hier wordt over de top voor Joachim. En het is altijd zo dat wanneer ik een keertje met Zoet speel, krijg ik een tegendoelpunt. Dit is gewoon geen toeval meer. Als ik met Zoet speel, krijg ik een tegendoelpunt. Dat is gewoon hoe het werkt. Zoet is kutter dan Titon. Feit, althans in FIFA. In FIFA mensen, houden rust. Maar in ieder geval, laatste wedstrijd van de aflevering alweer. En dat is tegen Roda JC. En dat was in de beker. En het verbaasde me dat die Engelse commentatoren wat spraken over de beker. Ja, dat toch natuurlijk geen naam, nou, heet de Dutch Cup. Maar ik vond het wel leuk dat ze er nog wel vermelding over gaven. Een beetje aangezien de het, is, het is ook zo kut in Nederland. Dat als je het Engels commentaar hebt... Ze kennen bijna geen een van die spelers namen, dus je hoort bijna niks de hele tijd. Ja, je hoort af en toe Jurgensen, want Sanka kennen ze wel, net als Jurgensen zal wel een andere speler ook zijn. Maar er zijn niet heel veel die je hoort, dus je, je paast gewoon een beetje over. En af en toe als er een actie is, dan zeggen ze wat. Maar voor de rest, ja, je speelt gewoon, weet je. Er zit geen actie in, geen tempo, geen niks. Ik weet het niet, ik, uh, ik kan er mijn vinger op dit moment niet echt op leggen, maar de wedstrijd is wel voorbij. Ik win met 1-0 e van Rode JSC en ik ga door in de beker en ik moet, als het goed is, tegen Feyenoord... Uh, dus dat zou ook geen probleem moeten zijn. Want ik zei het al eerder ergens in deze PSV-serie: Feyenoord in FIFA is best makkelijk. Maar we gaan gewoon door, want uh, Transfer transferwindow komt eraan. Dus ik ga proberen spelers te halen of zo. Ergens volgende week. Maar ik doe nog even een quad report voor degenen die dat al een tijdje gemist hebben. Dan kun je nu nog even zien hoe de spelers het uh, doen qua ontwikkeling. Maar ik dank jullie wel alvast voor het kijken. Als je hebt genoten, dan kun je dat laten merken. Laten merken ik, Sorry, via een like-rating op deze video. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Volg mij ook op Twitter als je een foto wilt sturen van je in de pack hebt. Als je tips hebt, vragen, opmerkingen, wat dan ook. En dan zie ik je later. Doei!